Examen 2017 VWO, tijdvak 1, opdracht 3, Sirius B als kwantumsysteem en hier volgende uitwerkingen. Dus eerst even de tekst door, druk even op pauze. Gegevens die hieruit kunnen worden gehaald is dat je de massa en de straal van Sirius B kunt halen. Ja, die haal je uit Winas, en de massa van de zon en de straal van de aarde en die 10 tot de macht 57 elektronen, oftewel het hele verhaal, kun je samenvatten in een drietal regels en dat zijn deze drie. De opdracht gaat natuurlijk verder. Ja, gegeven is, continu emissiespectrum van Sirius B heeft de grote intensiteit bij een golflengte van 115 nanometer. En gevraagd wordt, wat is de temperatuur van die ster? Nou, je hebt een continu emissiespectrum, eventjes, kijk, dit is het continu emissiespectrum. En alle golflengtes zijn hier althans van het zichtbaar gebied natuurlijk. En bij 115 nanometer is het maximum, oftewel daar is lambda max. Oké, eventjes weer terug naar de vraag. Ja, dus gevraagd temperatuur Sirius B en de gegevens zijn lambda max, 115 nanometer, gevraagd temperatuur T. En hiervoor gebruik je de wet van Wien. De wet van Wien zegt dat de temperatuur is gelijk aan KW, de constante van Wien, gedeeld door lambda max. En de constante van Wien natuurlijk weer Winas, tabel 7, daar staan alle constantes in. En daar zie je dus dat dit 2,9 keer 10 tot de macht min 3 is. Dat vul je in en je komt op een temperatuur van, nou staat het al, een 2,5 keer 10 tot de macht 4 Kelvin. De punten, 1 punt voor dat je gebruik maakt van de wet van Wien en tenslotte 1 punt voor alles in te vullen en de juiste significantie en de juiste rekenpartij. We gaan verder met de volgende vraag. Gegevens blijven natuurlijk gelijk. Vraag gaat verder met, nou lees maar eventjes, ja, en belangrijk is natuurlijk van dat het bestaat uit voornamelijk koolstof, zuurstof en helium. En het aantal elektronen geldt 6 keer 10 tot de macht 56. Vraag is, deze twee, je moet twee dingen doen. Nou, we beginnen eerst met het eerste, het aantal elektronen. Ja, het aantal elektronen, ja, als je een atoom hebt, waar is het aantal elektronen gelijk aan? Aan het aantal, ik hoop dat je het door hebt, protonen. Nou, en dan kijk je dus naar koolstof, zuurstof en helium. Dan zie je dus daar dat bij ieder van deze atomen het aantal protonen precies de helft is van het totaal aantal deeltjes. Koolstof, 12 deeltjes, dus dat heeft 6 protonen en 6 neutronen. Hetzelfde voor zuurstof, hetzelfde voor helium. Kortom, het aantal elektronen, als dat gelijk is aan het aantal protonen, is dus ook de helft van het totaal aantal deeltjes. Dat is het eerste deel van de opdracht. Het tweede deel. Nou, klopt het dan inderdaad dat het aantal elektronen die 6 keer 10 tot de macht 56 is? Nou, de massa van Sirius, die weet ik, 2 keer 10 tot de macht 30, althans, ongeveer gelijk aan die van de zon. En de massa van één kerndeeltje is 1 U. En hoeveel is 1 U? Nou, heb je weer Winas natuurlijk, weer Winas. Tabel 7, alleen nu 7b. En het staat dus wat 1u is. 1u is gelijk aan, er staat hier 1,66 keer 10 tot de macht min 27 kilogram. Oftewel, de Sirius B, uit hoeveel kerndeeltjes bestaat het in totaal? Nou, die op elkaar gedeeld. En dan kom ik dus op 1,2 keer 10 tot de macht 57 kerndeeltjes. En de helft ervan moet dus het aantal elektronen zijn. En dan kom je inderdaad precies op die 6 keer 10 tot de macht 56 aantal elektronen, oftewel het klopt. De punten, nou, hier staan ze. Ja, het aantal protonen, neutronen, 1 punt. Ja, daarna inderdaad, het aantal is de massa gedeeld door de massa van die twee samen. En tenslotte het completeren. 3 punten. En we gaan verder met de volgende vraag. Oké, de gegevens uit het verhaal. Ja, het volume is gegeven 8,1 keer 10 tot de macht 20 kubieke meter. En het volume van 1 elektron d tot de macht 3.
Ook is gegeven het aantal elektronen, hè, dat is die 10 tot de macht 57, of je mag natuurlijk ook uit de vorige opgave meenemen die 6 keer 10 tot de macht 56. En gevraagd om dan de afstand d te berekenen. Nou, het volume, het totaalvolume, is natuurlijk gelijk aan het aantal elektronen keer het volume van 1 elektron. Oftewel, als je dit invult, krijg je 8,1 keer 10 tot de macht 20 is aantal elektronen, en ik neem 10 tot de macht 57, maar nogmaals, je mag ook best 6 keer 10 tot de macht 56 doen, keer d tot de macht 3, en dat is een kwestie van een beetje wiskunde, en dan krijg je d is 9,3 keer 10 tot de macht 13, en dat is praktisch gelijk aan 1 keer 10 tot de macht 12, min 12 natuurlijk. Punten, 2 punten slechts, maar ach, hè? Inzicht, dat volume is het aantal elektronen keer het volume van 1 elektron, dus keer die d tot de macht 3, en tenslotte computeren van de berekening. En we gaan weer verder. Weer een behoorlijke lap tekst, dus probeer het eerst eventjes te lezen en schrijf meteen de gegevens op. Ja, opmerkelijk hier natuurlijk, hè? CSB wordt als een eendimensionale energieput gedaan. Ja, normaal is natuurlijk dat een ontzettend kleine afmeting. Maar we hebben het hier dus over een energieput met een lengte van 5,8 keer 10 tot de macht 6 meter. Het is een uitzonderlijk geval. Goed, gevraagd wordt een aantal zaken. Formule af te leiden. Dat is natuurlijk deze formule hier. De minimale Broglie-golflengte te berekenen. En daarna als conclusie waarom Sirius B dan als kwantumsysteem beschouwd mag worden. Wel. Eerst eventjes de gegevens onder elkaar. Het eerste gegeven, de waarde van d, eigenlijk uit de vorige opgave. Daarna de lengte van de energieput. Maximale kwantumgetal. En de formule die ik moet afleiden. Wel, wat geldt er voor de golflengte in energieput? Dat is zo'n figuur. Hè? En je ziet dat dus iedere keer er een halve golflengte, twee halve golflengtes, drie golflengtes. Drie halve golflengtes, oftewel de lengte is altijd een veelvoud maal de helft van de golflengte. Oftewel, golflengte is 2 keer L gedeeld N en ik heb de formule afgeleid. Dan, opdracht 2. Bereken de minimale Broglie golflengte van elektronen in Sirius B. Nou, dan heb je natuurlijk deze formule. Het is puur een kwestie van invullen van deze waarden en ik heb het voor elkaar. Ja, dus golflengte 2L gedeeld N, invullen, uitrekenen en ik heb de opdracht uitgevoerd. Ten slotte, is daarom Sirius B een kwantumsysteem? Nou, het gaat om de golflengte, 1,4 keer 10 tot de macht min 12 meter en de onderlinge afstand tussen de diverse kerndeeltjes is 1 keer 10 tot de macht min 12. Kortom, het is in dezelfde orde van grootte, er is overlap, kortom, het is een kwantumsysteem. Punten, nou, hier staat het. Ja. Afleiding van L, ja. Gebruik van een juiste formule voor het berekenen van de golflengte. En daarna inderdaad constateren dat het inderdaad een overeenstemming van afstanden is en dus dat het een kwantumsysteem is. En we gaan verder met de volgende vraag. We gaan verder met energie. Er zijn twee soorten energieën bij Sirius. En dat is de energie van ieder elektron. Ja, en bij elkaar opgeteld is dat EKQ, de kwantumfysische kinetische energie. Ja, en je hebt de gravitatie-energie. En dat is natuurlijk de energie vanwege de massa. En die twee samen is E totaal. Gevraagd wordt een drietal opdrachten uit te voeren. 1. Waarom zal die kinetische energie toenemen als een straal van Sirius B kleiner wordt? 2. Wat betekent die toename voor mogelijke ineenstorting van Sirius B? En tenslotte, waar het eigenlijk om gaat, van, kun je met deze figuur dan de straal van Sirius B halen? Nou, we gaan eerst even naar de eerste. De reden waarom de energie, de kinetische, de kwantumfysische kinetische energie toeneemt als de straal kleiner wordt. Nou,
wat geldt er voor de energie van zo'n elektron? Dat is deze, ja, de energie in een doosje. En dan zie je dus dat als de straal kleiner wordt, betekent dus L wordt kleiner. En als L kleiner wordt, is het logisch dat dan de energie groter wordt. Dat is dus de eerste opdracht uitgevoerd. Opdracht 2. Wat betekent dit voor een mogelijke ineenstorting van Sirius B? Nou, als je dus ineenstort, wordt L kleiner. Maar dat betekent dus dat de energie steeds meer toeneemt. En dat betekent dus dat die steeds meer die ineenstorting tegenwerkt. Kortom, de mogelijke ineenstorting wordt dus tegengewerkt door die toename van de energie. En tenslotte, de derde, bepaal met behulp van een figuur de straal van Sirius. Nou, er geldt altijd dat er wordt gestreefd naar een laagste energietoestand van het systeem. En als je naar E totaal kijkt, waar is de energie het laagst? Nou, dat is ongeveer daar waar het puntje staat. Oftewel, nou ja, als je dat een beetje bekijkt, dan is het ongeveer 5 keer 10 tot macht 6 meter. En dat is dus de straal van Sirius B. De punten 1, inzicht dat het over de energieput gaat en dat de energie dus dan toeneemt als L kleiner wordt. 2, inzicht dat hij zich verzet tegen de ineenstorting. En tenslotte het aflezen van de straal bij het minimum van E totaal. En de 3 punten heb je weer verdiend. En dit was de laatste vraag van deze opdracht. Bedankt voor het horen, tot ziens en misschien tot horens.